Aan de universiteit studeren meer studenten met onzichtbare beperkingen, zoals ADHD, dyslexie en depressie, dan studenten met zichtbare beperkingen, die bijvoorbeeld gebruik maken van een rolstoel. Toch wordt vooral beleid gemaakt voor de inclusie van die laatste groep. Ik heb daarom gekeken naar de vraag hoe ervaren studenten met onzichtbare beperkingen studeren aan de Universiteit Utrecht. Ik vond 5 thema's in mijn resultaten. Als eerste zag ik dat de onzichtbaarheid van beperkingen zich ook uitte in de onzichtbaarheid van extra inspanningen. Het bijbenen van de lesstof, maar ook het vechten voor hulp binnen de universiteit. Als tweede zag ik stigma als thema naar voren komen. De boodschap dat een onzichtbare beperking geen echte beperking is en mensen dus dom, lui of incompetent zijn. Als derde zag ik een one-size-fits-all mindset, waarin roosters, toetsen en opdrachten gemaakt zijn voor de modelstudent met weinig flexibiliteit. In het vierde thema beschrijf ik hoe de Universiteit Utrecht studenten individualisme aanleert. Hoe studenten wordt verteld dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun prestaties en dat ze daardoor barrières ervaren tot hulp vragen bij de universiteit. Tot slot beschrijf ik hoe deelnemers zelfs in een gesprek met mij er alles aan doen om able over te komen en hoe diep geïnternaliseerd het negatieve beeld over onzichtbare beperkingen dus is. Mijn onderzoek resulteert in specifiek uitvoerbare aanbevelingen voor docenten en beleidsmakers. Overkoepelend adviseer ik docenten om zichzelf, de voorbereiding van en de participatie in colleges toegankelijker te maken. En adviseer ik beleidsmakers te investeren in faciliteiten en begeleiding en te reflecteren op het systeem. Ik sluit het filmpje graag af met een stukje uit een gedicht dat ik heb geschreven aan de hand van een interview met een van mijn deelnemers. Komt-ie. Misschien ben je wel niet competent. Misschien moet je gewoon stoppen, misschien is dat wel wie je bent. Misschien heb je het niet in je, was je gedoemd vanaf het begin. Misschien ben je niet echt ziek. Hallo, het is niet alsof ik dit verzin. Het zit in je hoofd, zet het toch opzij. Je moet maar gewoon komen hoor, ben er maar wel bij. Want als ik je niet zie, dan doe ik alsof je niet bestaat. En als je anders bent dan de anderen, dan sta ik niet voor je paraat. En toen kreeg ik kanker en keek je me aan. Dit bleek een verhaal dat je wel kon verstaan. Het systeem bleek flexibel, flexibeler dan ooit. Want zonder chemo ga ik dood, maar zonder therapie red ik het ook nooit. Dankjewel.